Rudy Fuchs was the most important person to us when we were baby artists. We always say that we were born on the steps of the Stedelijk Museum. For me, he is one of the greatest and most important supporter of modernism and postmodernism. Hij kan heel goed zijn eigen nieuwsgierigheid overgeven aan anderen. En hij weet ook dat verrassingselement altijd aanwezig moet zijn. Ja, Rudy Fuchs is de belangrijkste museumdirecteur van Nederland in de 20e eeuw. Ja. Heel eerlijk te zijn. He is the curator that was the friend of the artist. And not everybody is a friend of the artist. Rudy heeft een enorme liefde voor de beeldende kunst en een onbegrijpelijk begrip voor de beeldende kunst. So very inspiring. De opening is heel emotioneel en daar moet je mee uitkijken, want je moet je in de kunst niet door emoties laten meeslepen. Je moet helder blijven en cool en stevig in je schoenen blijven staan. Maar ik wankel nu een beetje, ik zweef een beetje. Ik vind dat wel leuk, is wel lekker en ik krijg een hoop lof, dat is fantastisch.